Ja, welkom allemaal. Voor jullie staan Wouter Immerzeel en ik ben Tom van Vliet. Wij gaan het vandaag hebben over load testing in Drupal. Het is een sessie voor mediaontwikkelaars, zeggen we zelf, maar eigenlijk als beginner volgens mij moet je ook een heel eind komen. Eigenlijk willen we vooral vandaag laten zien dat load testen voor iedereen wel te doen is, zou ik haast zeggen. Maar we willen jullie vooral ook mee te nemen in de praktische zaken. Eerst de theorie en dan de praktische zaken. Even kort voorstellen. Nou, mijn naam is Tom van Vliet. Drupal.org account staat erbij. Daar kun je allemaal andere informatie over mij vinden. En Wout, ik had hem al even aangekondigd. Ons doel dus, dat jullie weten, wat is loadtesten? Nou, een hele simpele vraag natuurlijk, maar vooral ook die tweede bullet die daar staat. Argumenten waarmee je aan moet komen als je je klant wil overtuigen of je projectmanager. Het kan ook een interne kwestie zijn. En de allerbelangrijkste die we vandaag hopen mee te geven aan jullie is de basiskennis om een loadtest te draaien als ontwikkelaar. Dus eigenlijk in je dagelijkse werk dat mee te nemen. Voordat ik dat doe, moet ik toch laten zien van wij hebben die wijsheid ook niet zomaar gekregen. Daar ging natuurlijk een pijnlijk proces aan vooraf. Wij zijn ook niet perfect. En dat zie je ook wel een beetje. Wij zijn opgeroeid in de jaren 80. Ik zie gelukkig wat leeftijdsgenoten hier in de zaal zitten. Want kent hier iemand misschien de televisieserie uit de jaren 80, de Fraggles? Iemand? Fans? Fans? Heel veel fans. Wij zijn ook fan van de Fraggles en wij vinden dat die serie weer terug moet komen op tv. We hebben daar een tijd geleden een site gebouwd en we hoopten daar natuurlijk de wereld mee te gaan veroveren. Het ging hartstikke goed. Het ging ooit hartstikke goed. We bouwden deze site en ja, we hopen natuurlijk iedereen moet aanmelden. Met Drupal gebouwd natuurlijk, hè. En we dachten van nou, als iedereen nou daar lid van wordt, en gaat samenwerken en chatten met elkaar, dan komt die serie terug. Dat wisten we gewoon zeker. En we hadden ook aan alles gedacht. De community was, Drupal was natuurlijk het product om het in te zetten. Wat kon er misgaan? Je zag ook een mooi groeiend aantal bezoekers. Bepaalde pagina's die veel bezocht werden. Wij keken elkaar aan en dachten, dit kan niet meer stuk. En aan alles was natuurlijk gedacht, dachten wij. Toch hadden we met een aantal zaken geen rekening gehouden. Eentje, toch wat onverwachte hoek, was de Amerikaanse president Donald Trump. Zoals hij over alles twittert, begon hij ook opeens over die Fraggles te twitteren. En de eerste dag dachten wij nog van dat wordt een succes voor ons. Hè? Want iedereen gaat natuurlijk naar die site toe. En dan hebben we ons doel bereikt. Helaas, we gingen viral. Tot dat moment was het nog mooi. Maar iedereen wilde ook aanmelden. Heb ik het over de hele wereld kwam er een aanmelding binnen. En het was duidelijk wat we niet verwacht hadden. En uiteindelijk gingen we dus ook ten onder aan ons eigen succes. Een kleine ramp dus. Eindoefening voor ons. Het was het einde van het Fraggle-imperium. Ja. Het goede is dat we al die kennis die we op hebben gedaan met dit pijnlijke verhaal nu vandaag jullie kunnen vertellen. Want we hadden voorbereid kunnen zijn. We hadden wel echt aan alles kunnen denken. En als we het over alles hebben, dan is het vooral ook, wat zou er kunnen gebeuren met je site? Dan heb ik het toch vooral over, als je live gaat, en er gaan bezoekers naar je site toe komen, dan wil je niet in de situatie komen waar wij dus in zaten, dat de site omvalt. Of dat er opeens witte schermen verschijnen die niet meer willen verdwijnen. En dan komt loadtesten dus eigenlijk in beeld. Hè? Maar wat test je nou eigenlijk met loadtesten? Wat hadden wij moeten doen, zou je haast kunnen zeggen. Hoe werkt de site als het druk wordt? Het is mooi natuurlijk als je aan het deffen bent op je laptop en je bent mooie dingen aan het bouwen. En het werkt allemaal. Maar wat gebeurt er als de site echt gebruikt gaat worden? En wat als op dag 1 van livegang het succes er toch is voor die site. En de performance blijft achter. Mensen moeten wachten op schermen. En het wil niet meer, dan heb je waarschijnlijk niet zo tevreden klant die op zijn beurt niet zulke tevreden klanten heeft. En dat wil je voorkomen. En waar kan dat dan in zitten? Ja, dat kan in caching zitten. Je wil vooral weten
waar zit dan de grens? Wat ben ik vergeten, wat ik had moeten doen? Kan ik inspelen op wat de gebruiker verwacht in de reactiesnelheid van zo'n site? En kunnen we daar vooraf, eigenlijk voor live gaan, iets aan doen? Nou, dat doen we eigenlijk met die loadtest. Met een loadtest simuleer je het bezoek van de site. Dus je wil een uitspraak doen over de performance door een test te draaien. En het testen, dat kan heel goed. Wij denken dat developers daar zelf al een heel eind in kunnen gaan. En daar willen we wat meer over vertellen. Want ja, we kunnen gaan gokken. Waar gaat het mis in je site? Je hebt, ik noemde net al even een caching. Dat is een heel voorhand liggend. We gaan nu al wat plat. Ja, precies. Bill Gates syndroom is het. Anders bedien jij even het nieuwe. Moet jij het zeggen? Ja, zeg ik wanneer je door mag tikken. Caching is iets, we hebben allemaal te maken met caching. Caching kan ervoor zorgen dat je site optimaal draait. Door zaken op te slaan. En dat je niet bijvoorbeeld opnieuw de database hoeft te bevragen. Ook een veel gemaakte fout bij bullet 4 is wanneer je een heleboel loads op een pagina doet. Dus ook weer die database die helemaal gek wordt bevraagd met alle informatie die je van Drupal wil. En die feitenbullet vind ik ook vaak interessant, want je kan het code-wise helemaal voor elkaar hebben. Toch kan het misgaan als je bijvoorbeeld een verkeerde infrastructuur hebt qua hosting. Dus daar kan een fout ook zitten. Maar wat ik nu vooral aan het doen ben is raden en gokken waarom het mis zou kunnen gaan. En zeker als je op zo'n dag komt van hey, die performance problemen die spelen nu, dan is het ook vaak een situatie van oh jee, waar lag dat nou aan en waar zit dat in? En waar je naar op zoek wilt gaan is uiteindelijk de bottleneck. Waar zit die? Zit die in mijn code? Zit die misschien in de contrib module? Kan overal zijn. Performance tests geven daar een antwoord op. Je ziet gelijk een rijtje staan hier, dus nog niet eens een uitputtend rijtje. Want we hebben het hier over soorten performance tests. Dus hoe kunnen we nou de performance van een site beoordelen en op welke manieren kunnen we dat doen? De eerste bullet die er staat, dat is de load testing bullet. Ik ga toch wat dichterbij staan, kijk maar even van het scherm naar je. Wat je dan eigenlijk doet is, we testen de site onder de verwachte load. Hè? Dus eigenlijk weten we al van, we hadden al 3000 bezoekers, dat blijft zo ongeveer hetzelfde. En we willen eigenlijk testen dat als wij straks live gaan, er komen dus die 3000 bezoekers naar de site toe, dat die niet plat gaat of dat we niet problemen krijgen. Met die tweede, stress testing, kun je dat nog verder doorvoeren. Daar zeg je eigenlijk op het moment dat Donald Trump dus gaat zitten twitteren, waar ligt dan de grens en hoeveel bezoekers kunnen we aan? Nou, ik denk dat onze applicatie denk ik ongeveer 15 bezoekers aan kon. Dat was ongeveer het maximum, dus dat hadden we natuurlijk van tevoren best kunnen weten. En dan hadden we iets zo kunnen doen. In elk geval op betere hosting gaan zitten, et cetera. Die derde, die is ook wel interessant om te noemen. Die heeft echt over endurance testing, over een langere periode zo'n test uitvoeren. Want wat als data groeit, als je community groeit, het verkeer, misschien dat gebruikers wel content zelf genereren en dat willen gebruiken met elkaar. Dat wil je misschien ook wel testen. Eigenlijk praat je dan bijna al meer over monitoring over langere perioden. En die allerlaatste, de peak testing die ik hier noem, dan moet je dus weer kijken naar echt de intensiteitspieken. Dus als we even naar een voorbeeld kijken, wat wij heel vaak mee te maken hebben. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld internetten of werkomgevingen voor studenten. Ja, wat zie je? Dat er natuurlijk vooral om 8:15 ochtends, voordat lessen beginnen, dat er dan zo'n intensiteitspiek is. Dus dat dan juist dat bezoek aan die site zo groeit. En het is dus interessant om te kijken hoe performt hij op dat moment en hoe is dan weer daarna op een rustiger moment. De accolade heb ik even gezet bij ons Frenos voorbeeld. Dat is wat we hadden moeten doen, op zijn minst. Wat we vandaag willen laten zien is dat de topje van de ijsberg het lood testen. Gaat Wouter straks wat voorbeelden van laten zien. Voordat we dat doen, wil ik toelichten dat je dat toch wel planmatig aan moet pakken. Het is niet zo dat je nu gaat zitten van nou, dan ga ik dat eventjes een load test in elkaar draaien en dan is iedereen blij. We hebben een aantal stappen bedacht en die, als je die volgt, dan kun je daar wat gedegener mee omgaan. En de eerste, dat is, wat weten we al? Hè? Het hoeft niet zo te zijn, je bent niet altijd iets nieuws aan het bouwen. Als jij een webshop bouwt,
of als jij een internet bouwt, dan weet je waarschijnlijk al iets over het bezoek. Een internet bijvoorbeeld, voor een organisatie van 300 man, dan moet het wel aanlopen als er natuurlijk meer dan 300 man op die site komt. En bij een webshop is het weer een heel ander verhaal, dan weet je het niet. Wat is opeens met de feestdagen zit en dat bezoek in de sky high gaat. Maar daar kun je natuurlijk wel uitspraken over doen op basis van bijvoorbeeld Google Analytics, waarin die informatie prima is terug te vinden. Nou, de tweede bullet bereidt de test voor. Dan heb je het echt over het opstellen van scenario's. Eigenlijk realistische scenario's, dat woord moet ik er even bij noemen. Want ja, je kan natuurlijk testen dat iedereen op de homepage komt en dan misschien weer weggaat. Maar dat is eigenlijk niet realistisch. Op de meeste sites klikken mensen natuurlijk random verschillende pagina's aan. En helemaal als je veel gebruikers hebt, dan wordt er van alles aangeklikt. En met die scenario's, het opstellen van die scenario's, zorg je ervoor dat je dus een beeld schept van zo gaat mijn site gebruikt worden. En het aardige is dus, dat gaan we straks zien, dat je dus die scenario's kunt laten uitvoeren door software. Zodat die loadtest dus van zichzelf die analyses gaat opleveren. Maar wat voor tooling gebruiken we daar dan bij? Ik noem hier even JMeter, dat is een bekende naam. Ik weet niet of mensen zijn die JMeter kennen en het al gebruiken. Ik zie even 5 vingers, valt tegen. Siege, is dat een bekende naam? Oké. 3 best. Nou, dan BlazeMeter ook nog eventjes. Het zou vanuit Drupal zou dat een bekende naam kunnen zijn. Niet? Niemand. Vanaf vandaag weten jullie er meer over. Nou, dan de vierde stap, draai de test. Ga achterover leunen en wacht af. En dan het belangrijkste, analyseer de resultaten. Want wat waren we aan het doen? We waren natuurlijk bottlenecks aan het opsporen. Bijvoorbeeld in onze code. Stap 1. Google Analytics al even genoemd. Pak die bezoekcijfers, gewoon als referentiedata. En als de site nieuw is, ga gewoon even met die klant zitten. En probeer erachter te komen wat die klant zelf verwacht. We hadden gisteren over deze sessie met een collega van mij. En die had toen zo'n anekdote van een aantal jaren geleden dat ze een webshop aan het bouwen waren. En die hadden ook heel goed met de klant overlegd van ja, we hebben normaal gesproken zo'n 1000 bezoekers per week. En dat verwachten we nu eigenlijk wel weer. Wat de klant eigenlijk even was vergeten te melden, is dat ze er ook nog een kortingsactie van 25% op alle producten in de webshop tegenaan hadden gegooid en een grote reclamecampagne bedacht hadden. Op zich vrij essentiële informatie, want op dat moment kwamen er wel 10 keer zoveel bezoekers naar die site en ging het alsnog finaal mis. Dus het zijn even van die kleine momenten dat het niet goed kan gaan. De realistische scenario's. Ik heb net al even toegelicht, hè? Niet alleen maar de homepage of niet alleen maar de contactpagina. Maar wat ook belangrijk is in de voorbereiding, is dat je het op een machine uitvoert die krachtig is. Als je het op je eigen laptop gaat doen, je komt een heel eind, maar er gaat een moment komen, dan loopt die vast. Nou, dan weet je van, hij heeft nu al heel zwaar met mijn test. Het is dus beter om het op een machine uit te voeren die representatief is voor waar je later de site op wil gaan hosten. En die derde, dat is de meetbaarheid van het hele gebeuren. Als we het hebben over analyseren, dan wil je vooral een uitspraak kunnen doen naar je klant bijvoorbeeld, van scoren we nu eigenlijk wel goed? Hebben we een doelstelling bereikt? De klant zegt natuurlijk van ja, ik wil natuurlijk dat de site snel is. Ik wil dat de site binnen 1 seconde er staat. En dan denk jij ja, dat kan ik maar moeilijk garanderen. Hoe zit het dan met die gebruikers die langer moeten wachten op hun informatie en is het dan automatisch niet goed? Het hangt ook heel erg af van wat voor website je hebt natuurlijk. Uiteraard. Voor de webshop is dat belangrijker dan van de intranet. Ja. Die APDEX, ik noemde net al hier even de Application Performance Index, wil ik even specifiek noemen. Dat zal ook niet een hele bekende term zijn. Ik ken hem zelf trouwens ook nog niet zo heel lang. En toch vind ik hem heel interessant, want die index, dat is een industriestandaard, bedacht om eigenlijk met je klant afspraken te kunnen maken. Waaraan moet onze site voldoen? Het is in hele korte termen een score, een performance score voor je site. Ik zou zeker een keertje kijken als jullie was op apdex.org. We hebben ook een lijstje met resources aan het einde van de presentatie zitten. En die presentatie die zal vast wel op drupaljam.nl komen, dus dat komt helemaal goed.
En op updex.org staat een goede uitleg, maar New Relic, de site van New Relic, heeft ook een hele goede uitleg over wat je aan het doen bent. En ik ga hem nog wat verder uitleggen hier. Want die score die je dan met je klant afspreekt, wat betekent dat dan eigenlijk? Wat we dan doen is, we gaan kijken naar wanneer is een bezoeker tevreden over het bezoek. Wanneer denkt de bezoeker, nou, ik vind dit, ik tolereer dit. Hè? Het is het tolerating, ik vind het oké. Okay. En er komt een moment dat de bezoeker denkt, ja, ik haak af. Dit wordt vervelend. Jij stipte net al heel goed aan, het maakt natuurlijk wel uit wat je aan het maken bent. Als je het over een webshop hebt en je wil gewoon een bestelling doen, dan zit je niet te wachten op laadtijden langer dan pak een beetje 4 seconden van pagina's. Dat is al heel tergend lang eigenlijk voor wat je op dat moment verwacht. Als je naar een webapplicatie gaat of een intranet wat meer een intern doel heeft, waar je andere verwachtingen bij hebt, dan zit je misschien wel op hele andere seconden waarop het mag duren voordat zo'n pagina geladen is. Dus het bepaalt eigenlijk bepaal je samen met de klant, wat is nu representatief voor wat wij hier aan het maken zijn? Nou, bijvoorbeeld, slechts een voorbeeld, maar je hebt bijvoorbeeld een satisfying grens van 0 tot 1,5 seconden. Nou, dan is iedereen tevreden, hè? Dan is het allemaal snel op het scherm. Een tolerating score is vaak 4 keer zoveel, dus daar zijn ook waardes voor bepaald. Dat je zegt van nou, tot 6 seconden mag het duren en dan beschouwen we dit als tolerating. En alles daarboven, dat komt dus in die rode pijl terecht, dan wordt het vervelend. En vervelend betekent eigenlijk klantverlies, afhaken. Hoe werkt dan de formule? Ik dacht eerst van, hé, wat moeilijk, formule, wat is dat nou, wat moet ik daarmee? Maar als je goed kijkt, het is eigenlijk nog vrij logisch. Je telt de tevreden klanten op bij de tolerating klanten, die het wel oké vinden. Waarbij je zegt van, nou, die tolerating die delen we door 2, want die tellen natuurlijk niet vol mee. Tevreden klanten die tellen wel vol mee. En als je dat dus door het aantal samples dat hier, dus het aantal keren dat je de test uitvoert, deelt, dan heb je dus een score. Dus stel, ik maak een test, een loadtest. Ik test die op 100 gebruikers en ik zeg, ik heb 80 tevreden klanten en ik heb 6 tolerating klanten en dan nog een aantal die vallen af. Dan krijg je in elk geval een score die onder de 1 ligt. Want ik heb, dus bijvoorbeeld 96 gedeeld door 100 zou je een score van 0,96 krijgen. En daar zit je, ja, een score van 1 is dus het ultiem hoog haalbare. Dan zou iedereen tevreden zijn. Dat is niet realistisch. Maar je zou wel kunnen zeggen van nou, we streven dus, beste klant, naar zo'n index van 0,85 minimum. En alles wat erboven zit is oké. Okay. En komen we eronder, dan hebben we wel een probleem wat we moeten oplossen met elkaar. Tot zover de updex. Ik wil langzaam het bruggetje gaan slaan naar de wat meer praktische invulling van deze sessie. Tooling. Een hele hoop tools op het scherm te zien. Ik ga ze ook niet allemaal langs. Ik nodig je wel uit dat te doen op een ander moment. Maar we pakken er een paar. Ik vroeg net al even Weekend Siege, Weekend Jamie. Dat zijn wel tools, open source tools ook, die interessant zijn. En die gaan we er uitlichten vandaag. Misschien is het leuk om wat meer over PlaceMeter nog. Nou, een goed bruggetje. Dank je wel. Nou, ik merkte net dat jullie deze tool helemaal niet kennen. En, maar PlaceMeter is ook eigenlijk niks. Dat is eigenlijk JMeter. Dus, alleen het is hosted. Het is een cloud service. Ik zag dat er ook een mooie Drupal module is. Stable Drupal 8 module. Stable Drupal 7 module ook nog. Waarmee je dus die scenario's waar ik het net over had, die testscenario's, kunt voeden naar die BlazeMeter service en dus die loadtests kan gaan doen. En het aardige ten opzichte van wat je met JMeter kan doen, is dat BlazeMeter is een hosted service. En ja, eigenlijk kunnen ze service bijprikken zoveel als ze willen. En dat betekent dus ook dat ik niet meer gebonden ben aan mijn eigen machine of aan mijn eigen server die in mijn serverhok staat. Maar ik zou dus kunnen zeggen van nou, misschien wil ik wel een test uitvoeren over de hele wereld. En hoe performt de site ergens in Australië, om maar even iets te noemen. En het tweede heel belangrijk voorbeeld, is voor de hand liggend natuurlijk, maar qua rekenkracht, wat die servers aankunnen, dus the sky is the limit. Je kan er heel ver in gaan. Dus uiteindelijk biedt BlazeMeter wel een aantal hele interessante extra's die je met je JMeter niet voor elkaar krijgt. Komen we bij het laatste punt. Het is natuurlijk wel een commerciële oplossing. Het kost geld.
Terwijl het in feite niks anders is dan, dan testing software die open source beschikbaar is. Stap 4, de test draaien. Nou, je drukt op de knop en we gaan rustig afwachten wat er uitrolt. En wat rolt er dan uit? Uiteindelijk rolt daar natuurlijk allerlei fantastische grafieken uit en data die je kunt analyseren en delen met je klant, kunt exporteren, rapporten van kan afdrukken, kan heel ver gaan. Ik heb nu even één zo'n statistiekje eruit gehaald, die dan wat zegt over de performance. En die heb ik eruit gehaald omdat die iets over die satisfying en die tolerating users zegt. We zien dat we eigenlijk vooral in het spectrum zitten van de mensen die het wel oké vinden. Die denken van nou, ik ben nog net niet weg. Een aantal beginnen ook al in de frustratiezone te komen. En een blok rood, waarvan we dus kunnen zeggen, deze hoef ik niet op mijn klanten te rekenen. En misschien het komende jaar ook wel niet. Want die hebben gewoon een slechte ervaring gehad. Voor de goede orde, dit is een test geweest. Het is allemaal nog voordat we live zijn. Er is nog niets aan de hand. We kunnen nu code gaan fixen. We kunnen het beter maken. En zorgen dat we in control zijn. Uiteindelijk voorbereid zijn op de toekomst. In die analyse, het belangrijkste wat je eigenlijk aan het doen bent, is dat je bottlenecks gaat opsporen. Je wil eigenlijk weten, waar gaat het nu eigenlijk fout? En wat wij zien, dat zit ook heel vaak in je custom code. Eigenlijk datgene wat je zelf toevoegt aan Drupal, daar blijkt iets niet heel efficiënt in te zijn. En dat iets wat niet heel efficiënt is, kan zomaar heel erg vervelend worden als je dat op grote schaal hebt. Maar soms zit het ook gewoon in een contributed module. We zien in Drupal 8 ook genoeg modules die nog in ontwikkeling zijn. En dit soort zaken, ja, daar loop je dan soms wel eens tegenaan. En dan ga je profilen. Je gaat daar kijken van waar zit die bottleneck. Xdebug, hè, waarschijnlijk gebruiken jullie dat wel in je IDE. Daar kun je gewoon al heel veel mee opsporen voor wat bottlenecks in je code betreft. Maar je hebt ook hier genoemd de XHQI. Bijvoorbeeld XHProfit, XHQI. Dat zijn open source tools waarmee je dat nog net even een stap verder kunt doen. En eigenlijk ook weer die statistieken tevoorschijn kunt toveren van welke functie in mijn code of welke class of method geeft nou dat probleem. Dus check dat uit, want dat zijn hele interessante tools om te gebruiken. Dit is zo'n voorbeeld van XHQI. Een heel simpel ding wat je al met dit kan doen. Het geeft niet zo dat het niet zo te lezen is, wat we er vooral mee hebben willen aangeven. Is die oranje en die blauwe lijn die je dan ziet, dat zijn vergelijkingen van twee testruns. Dus ik ben aan het deffen, ik draai die test, gewoon lokaal, ik houd klein en simpel. Ik zie dat er iets niet oké is, ik fix iets en daarna draai ik die test nog eens en vervolgens kan ik die twee tests met elkaar vergelijken. De andere die ik even noemde, New Relic, cloud software. Kan je koppelen aan je site. Ik noem het zelf altijd een beetje een Google Analytics voor je site. Je hebt echt heel veel interessante metrieken en statistieken die je inzicht kunnen geven. En die je dus ook kunt opleveren aan je klant. Het wordt dus ook heel veel gebruikt als monitoring software. Dus eigenlijk meer op de lange termijn. Opeens heb je op een dag een probleem. We hebben een intensiteitspiek gehad. En hey, dus de performance ging omlaag. Er kwamen klachten van klanten binnen. En dan kan je in New Relic gaan kijken. Waar lag dat nou eigenlijk aan? Het aardige is dat New Relic, dat snapt ook Drupal een beetje. Dus eigenlijk wordt er een beetje nagedacht van, oké, we hebben modules, we hebben hooks, we hebben views. En dan gaan we eens even opzoeken, waar zit nou dat probleem? Nou, ik heb even van onze Fraggles site, kwam ik er dus achter dat Wouters module, de Fraggles Brands module, dat die dus heel erg overstuur ging. Hebben we het gefixt daarna, maar ja, alle gebruikers zijn al weg. Ik heb het gefixt. Tijd, denk ik, voor de demo. Wouter kan zich hier weer helemaal waarmaken. Gaat het nou samen, die Fraggles website? Oh ja, maar gaat het een stuk anders. Ja, nog een stuk voor. Fraggles website en de twitterende president. Wouter? Ga je. Take it away. Even kijken of dat allemaal gaat lukken. Ik heb een paar testjes voorbereid. We beginnen met Siege. Siege is een... laat ik er eerst wat over vertellen. Siege is een redelijk eenvoudige... applicatie, dan kan je één of meerdere links voeren. Je ziet hier een lijstje met links. Die heb ik gewoon via views heb ik die gemaakt en die kan je dan aan Siege voeren.
En even kijken waar hij zit. Hij zit hier. Hier zie je dat we 100 gebruikers tegelijk op de site af gaan sturen. En dat doen we voor 30 seconden met het bestandje wat ik net liet zien. Nou, als je dat dan gaat doen, dan gaat hij dus 30 seconden lang de site bestoken. Nou, dan moeten we eventjes wachten. Het is heel veel wachten, hè? Ja, het is vooral veel wachten. Nou, daarom spreekt het ons ook erg aan. Op een gegeven moment komt hij terug met resultaten. Daar zie je niet zo heel erg veel aan. Je ziet, het is vooral prettig als je zelf aan het ontwikkelen bent en je hebt een overzichtje gemaakt en je denkt van, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Dan zie je hier, ja, dit is eigenlijk de uitkomst van een seeds run. Je ziet hier niet zo heel erg veel aan. Je hebt geen grafiekjes, dit kan je niet echt aan je klant laten zien. Maar je hebt wel voor jezelf een beetje een idee, nou, het is erg traag. Of niet. Je ziet hier de response line. Nou, valt reuze mee. Een andere waar we het net over gehad hebben is JMeter. JMeter is een Java applicatie. Dat is een beetje jammer, maar het is niet anders. Nu niet heel erg goed zien. Ik zal kijken of ik een klein beetje kan inzoomen. Of het wat beter wordt. Op welke site wil ik nou het uitvoeren? Ik zal de site eventjes laten zien. Dat is misschien inderdaad wel even leuk. Dit is de site die we gemaakt hebben. Je ziet hier, je kan naar de randfiguren. Daar zie je bijvoorbeeld Sprokkel. Dat is misschien wel leuk. Weet iemand hoe Sprokkel in Frankrijk heet? Weet jij dat, Tom? Croquet. Croquet? Ja, dat is toch grappig om te weten. Misschien leuk als jullie iets meenemen. Neem dat dan mee. Je hebt de doeners, de griezels en de freckles. Als je ingelogd bent, ik ben nu ingelogd, zoals je ziet, kan je doorklikken en dan zie je hier downloads. Dat gaan we straks testen of je die kan zien. Ja, dus eigenlijk even wat interessant is dus, hè, je kan testen anoniem bezoekers en je kan testen als je ingelogd bent. Ja. Denk aan een community of een internet. Zoom nog een klein beetje in, zodat het wat duidelijker wordt. Ja, het is niet zo'n hele handige applicatie. Nee, het is niet echt top. Nou, als je in JMeter tests gaat aanmaken, dan maak je iets wat ze thread groups noemen. Dan zie je er hier twee van. Er is er nu eentje actief, dat is de anonieme. En in zo'n thread group ga je aangeven wat die moet doen. Welke pagina's je gaat bezoeken. En bijvoorbeeld of die nog moet wachten, of bijvoorbeeld iets moet ophalen van een pagina. Wat je bijvoorbeeld vaak wil doen, is dat je random naar een pagina gaat. Want je weet niet waar je gebruiker naartoe gaat. Wat je dan kan doen, is dat je naar de homepagina gaat. En daar, is dat te zien? Ja, daar het menu ophaalt. En alle linkjes in een variabele zet. En dan gaat die random naar een pagina toe. Op de volgende pagina roep je die op. Die variabele. Dat is heel erg niet zien. En dan gaat hij naar die pagina. Dat doe je hier nog een keer. Dan doe je eigenlijk hetzelfde. Je zoekt het menu op en je haalt er een variabele uit. Je kan dit ook allemaal met harde pagina's doen. Je ziet nu hier dat ik hier zo dit hard aangeef en hier is het een variabele. Hier zie je de site is in een variabele gezet. Nou, dat staat hier. Je hebt speciale variabelen met zo'n moeilijk dingetje ervoor. Misschien zo'n dollarteken. Die zijn speciaal, want die kan je via de command line aangeven, doorgeven, als een command line flag. Hier kan je de resultaten vervolgens zien als je de test gaat draaien. Ik zal hem een keertje snel draaien. Dan hebben jullie een beetje een idee van wat er gebeurt. Nou, je ziet. Deze test doet 5 minuten. Ja. Hij duurt 30 seconden. Je ziet hier het aantal gebruikers oplopen en hier de tijd dat hij erover doet. En hier loopt hij na 30 seconden. Hier. Duurt nog 10 seconden. Dan zie je zo meteen het aantal gebruikers weer naar beneden lopen. Je kan een paginaatje aanklikken en dan kan je zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Hier zie je bijvoorbeeld een random pagina. Nou, dat is toevallig de homepage, dat is jammer. Maar hier gaat hij bijvoorbeeld naar de randfiguren. Hier weer de homepage, die zit natuurlijk in het menu. En hier gaat hij bijvoorbeeld naar de griezels.
Nou, hier zie je het natuurlijk nog niet zo heel veel aan. Maar als je hem via de command line aan zou roepen, dan kan je aangeven. Ja, nee. Dat die. Even kijken waar die is. Dit is allemaal strak voorbereid, dat zien jullie. Ja, hier zie je die variabelen terugkomen. De ramp-up tijd, de threads en de duration. Nou, de duration, dat spreekt voor zich. Dat is hoe lang je test gaat duren. Het aantal threads, dat is eigenlijk het aantal gebruikers. Nou, omdat het nu een demo is en ik niet mijn computer helemaal wil opblazen, doe ik hem op 40, maar dan kan je rustig 400 of 4000 intypen. En dan zie je wat er gaat gebeuren. De ramp-up tijd, dat is het aantal seconden waarin die 40 gebruikers toe worden gevoegd. Dus nu worden in 20 seconden 40 gebruikers toegevoegd. Wat verder nog het aangeven waard is, is dat ik hier een dashboardje maak. Waardoor je straks een mooie grafische weergave hebt van de resultaten. Ik zal hem even draaien, dan hoeven we niet zo heel erg lang naar mij te luisteren. Je ziet hier dat hij gaat draaien. Je hebt hier al wat meer feedback. Duurt eventjes. En zo meteen, hij gaat inderdaad, wat ik zei, een HTML-pagina genereren met grafiekjes waarin je onder andere de updex kan zien. En andere loadtijden. Kijken, hij heeft hem als het goed is hier neergezet. Hier zie je de updex. Is dat een beetje te zien? Dit is wat makkelijker inzoomen. Hier zie je de updex. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Als hij op 1 zit, dan heb je een perfecte updex. Dan is alles tolerated. En nu hebben we toch een paar die niet helemaal tolerated zijn, dus hij zit er iets onder. Bijvoorbeeld hier nog een grafiekje met. Ja, hier zie je dat grafiekje wat Tom te strak liet zien. Nou, je ziet omdat het maar 40 gebruikers zijn, gaat het allemaal best wel goed. Als ik er nou 4000 op afstuur, dan zal hier heel veel gebeuren. Helaas, dat ga ik niet doen. Ik had nog een testje gemaakt. Dat is voor ingelogde gebruikers. Dan zet ik deze uit en die aan. Is dat toch een beetje te zien? Ja. Je hebt dan wat extra dingen nodig. Een cookie manager en een cache manager. Maar ook de CSV user data. Hier kan je dat CSV bestandje aangeven. Die heb ik geëxporteerd. Ik heb met Devil een aantal gebruikers aangemaakt. Die heb ik geëxporteerd naar een CSV bestandje. Nou, eigenlijk heb ik ze gekopieerd naar een CSV bestandje. En die roepen we nu aan. Vervolgens ga je naar het gebruikersformulier. Het inlogformulier. Daar haal je de wat gegevens op van het formulier, zodat je die kan submitten en die wordt gesubmit. En zo gaat hij dat hele CSV-bestand door en logt hij elke keer met een andere gebruiker in. Vervolgens gaat hij naar de homepage, een pagina met downloads en nog een pagina zonder downloads. En je kan bijvoorbeeld checken of dat blok wat ik net liet zien, hier zo met die downloads, of die aanwezig is. Dan zou je zien dat hij bij de eerste pagina zegt van ja, die is aanwezig. Bij die tweede zegt hij van ja, nee, dat klopt iets niet. En daar zit ook zo'n assertion in. Hier heb je de weergave die we net hadden, een tree. Dat is eigenlijk gewoon een lijstje van alle URL's die hij aanroept. Maar je kan ook bijvoorbeeld een response time grafiekje of alles in een tabelletje laten zien. Ik zal hem eventjes draaien. Dan zie je hier, nou, deze is rood, dat klopt. Dat is die zonder die downloads die ik bewust heb gemaakt met die faal. Je ziet dan ook als je hem open klikt, nou, dat hij dat ding niet kan vinden. Dat is met XPath geef je aan welk element je zoekt. Nou, hij is lekker aan het draaien. Ook deze test duurt eventjes. Je ziet ze ook bijvoorbeeld hier in het tabelletje komen. Nou, dat is al een stuk overzichtelijker als je zelf aan het ontwikkelen bent. Nou, je ziet nu dat hij klaar is, denk ik. Of hij blijft hangen. Hij blijft natuurlijk hangen. Hier wordt het in een grafiekje, maar zo. Het is een beetje een apart grafiekje. Ik heb het idee dat er iets blijft hangen.
Ja, je ziet dus dat je het op verschillende manieren kan weergeven, maar toch wel het handigste is zo'n tabelletje. Even kijken waar die was. Die was hier. Omdat je dan je klant mee kan nemen van nou, dit is wat er gebeurt als we op een gegeven moment heel veel gebruikers naar je site sturen. Je ziet dat het trager wordt en je ziet dat die op een gegeven moment opklapt. Dat was een beetje mijn demo. Oké, okay, dan is het tijd voor een kleine samenvatting dan denk ik. Ja, de presentatie hebben gesloten zeker. Ja, dat moest van jou. Dat moest. Nou, dat kan ik nog wel doen, denk ik. Zijn er op dit moment vragen? Vertel. Over die koppel vandaag. Kun je dat hier ook nog testen? Ja, het is een interessant vraagstuk, want we zijn best wel een tijdje mee bezig de afgelopen tijd. Er zit iemand in de zaal, weet ik alles van. Kom maar even naar voren. Ja, je kunt allerlei soorten requests, je hebt een post request. Ja, en zeker als je. En zeker als je alleen maar als anonieme gebruiker wilt testen, dan maakt het niet uit of het headless is of gewoon Drupal. Of dat je god beter Joomla wilt testen. Je kan allemaal. Maar het is alleen de performance van de backend, de performance van de. Nee, je kan vooral de frontend gaan. Jamie, je bekommert zich niet helemaal over wat je nou precies aan het testen bent. Nee, je bent uiteindelijk gewoon de site aan het testen. Is misschien wel. Van de site. Is misschien wel grappig om nog even te laten zien. Ja, je kan ook bijvoorbeeld een FTP server testen of een LDAP server. Het is niet dat je alleen maar HTTP requests kan sturen. Je kan echt van alles mee testen. Dus als jij nog een FTP server hebt. Maar was er gewoon met een absolute test? Ja. Nog een vraag? Ja, heb ik. Want eigenlijk gaat het voornamelijk om echt de autonome AS zelf, dat is echt de time to first validating wat betreft de load time inzien. Ja. Maar gaan jullie bijvoorbeeld ook nog verder daarin naar kijken van goh, downloaden het als het ware aan het einde van het verhaal? Nee, Jamie is geen browser. Nee. Want dat doe je natuurlijk echt met de browser, want voor hetzelfde geld houdt JavaScript iets tegen of blijft CSS wat langer hangen. Dus dat kan helaas niet. Met jij. Tools daarvoor, zeg maar. Ja, je hebt van die web-based tools. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Je kan met BlazeMeter, daar kan je bijvoorbeeld wel je Selenium tests mee halen. BlazeMeter bevat meerdere typen tests die je uit kunt voeren. Ja. Waaronder Selenium ook. Ja. Nog meer vragen? Ja. Ik zou eigenlijk als nog een klein dingetje willen toevoegen. Hè? Want ik heb in het verleden wel eens een website laten stresstesten. En een belangrijk onderdeel was een formulier. Dus wij deden heel veel requests, post requests. Maar ik was even vergeten dat er ook een third party werd aangesproken op dat punt. Zeg maar. Ja. En dan ben je ook de third party aan het stresstesten. Ja, die vinden dat toen niet zo leuk. Toen zijn we geblokkeerd en kregen een hoge rekening. Dus ja. Iets om, dat is wel iets om bijna te denken. Ja, goed punt. Verder nog? Daar iets van aanvullen? Ja, tuurlijk. Ja. Als je website hoog bij AWS, dan moet je dat echt van tevoren in het formulier aangeven. Dat je op een bepaald moment echt stresstest. Dan moet je de data's geblokkeerd. Ja. Daar zijn dus echt formulieren voor waar je dat moet invullen. Een DDoS formulier. Een DDoS formulier. In feite onderaan. Ja, dat is eigenlijk wat je doet, hè? Hetzelfde met pentesting ook. Ja. Verder nog vragen? Ja, dan hebben we nog een paar puntjes om mee te nemen. Zijn we half minuut? Ja, ongeveer. Ja. Ik weet niet hoeveel minuten we nog hebben. Maar die is weer niet gestart. Ja? Ja hoor. Ja, de samenvatting is, laten we de highlights nog even pakken. Performance test, dus neem ze dus mee in je project. Maar vooral, vaak begint het natuurlijk niet op het moment dat het project al loopt. Maar ergens wanneer door je projectmanager gevraagd wordt om urenschatting te maken of om mee te denken hoe we iets zouden moeten gaan doen. Dat is dus het moment om te zeggen, hey, we zijn een internet aan het bouwen of iets waarvan iedereen weet, daar komen gewoon verschrikkelijk veel bezoekers op af met een intensief gebruik. We moeten dit meenemen. En het is lastig om in een uurtje alles te laten zien, maar we hopen dat we een beetje hebben kunnen aantonen dat uitvoeren van een loadtest niet per se heel moeilijk is. Je moet tijd insteken. Ik denk dat als je een middagje gaat zitten, dat je een eenvoudige loadtest met harde URL's
dat heb je dan wel in elkaar gezet. Het is echt niet, geen rotterzoek. Nee, precies. En er staat er wel voldoende tijd, maar dan hebben we het vooral in over het analyseren. Hè. Dat testen zelf, dat is natuurlijk, ja, je voert een test uit en dan rolt er een fantastische grafiek uit. En daar zul je dan wat mee moeten. Nee. En vooral als daar dus iets lijkt, iets zit mis in mijn code, ja, dan ben je misschien wel een week of twee weken verder. Die derde test niet slechts één scenario, hè. Dus niet... Niet iedereen niet gaat alleen naar de hacking. Sorry? Niet alleen de hacking. Nee, precies, niet alleen de hacking. vooral ook maak een aantal verschillende aan. Dat is een realistisch beeld. En die appdex, dat is dus een afspraak die je met je klant kunnen aangaan van hey, wij streven deze waarde na, deze score na, als wij straks live willen gaan. Deze lijst kan nog een stuk verder gaan. In de presentatie, dus aan het einde, die we zullen uploaden, er zitten nog een aantal resources in, allerlei tutorial websites en video's. Dus kun je nog op gemak nakijken. Voor dit moment de vraag om erbij te wat deze nog een aanduider is. Toch ook, ja? Ja? Sorry, ja, voor mij. Met de revisie begonnen we heel even op extra nieuws. Ja? Zeker, ik heb dat ook af en toe als toch nog wel even proberen te loslaten Google. Wat ik zelf best wel een probleem vind bij mij is dat als je dus vandaag ook die grafieken eruit probeert te pakken en de callstack erbij pakt en alles, is dat het is gigantisch, de callstack. En hoe ga je dan eigenlijk vooral kijken van oké, waarom ga je in de bottleneck naar Twinbit? Zeker in Drupal is dat. Ik zou GUI of NewRelic gaan gebruiken. Daar kan je echt heel mooi zien van nou, ik doe nu een request, nu is hij zo traag. Ik ga iets aanpassen, ik doe nog een keer een request, dan is hij sneller. Of langzamer, of je ziet dat per functie hoe vaak iets is aangeroepen en hoe lang het duurt om een functie aan te roepen. Je ziet bijvoorbeeld van nou, MySQL is van 400 keer aangeroepen. Ja, is dat misschien iets waar je naar moet gaan kijken. Ja, maar ook in je code. XAGUI die pakt ook zeg maar classes en methods echt uit je, ja, uit je bouwwerk. Die ziet al die verbanden natuurlijk. Je zegt oh, het zit daar aan gebonden. Wat je zag inderdaad, ja. die ja, module of die ene functie. Ja. Dit ging je hebt ook Blackfire op Blackfire? Dat is eigenlijk een webinterface versie van die tool. Ah, oké. Dat werkt gelijk. Het is gratis van invulling. Van XH Prof. Blackfire. Ja, maar dat is een GUI van XH Prof? Het is gewoon een profiler met een profiler. Alleen het is voor hetzelfde idee. Kan hetzelfde idee met New Relic, dat New Relic bepaalde marges, zeg maar, weer Blackfire aanspint van joh. We hebben hier een bottleneck, ik wil veel meer in-depth een profile hebben van wat in de code gebeurt. Maar dat is ook interessant. En er zijn ook steeds meer lokale development integraties voor Blackfire gewoon beschikbaar. Dus kan je ook gewoon lokaal meer bestanden. Ja. Ik vind nou is die bug profile ook echt een team om mee te werken en te organiseren. Want soms zit je gewoon in een soort van cirkel te klikken. Ja. Je zoekt jezelf een ruimte. Ja. Ja, dat is met XAProf en New Relic is dat al een stuk duidelijk. Ik begrijp dat jullie bij je klant dat aangeven, is dat ook een afspraak die je met hen maakt? Wij zeggen zelf altijd namelijk van, we willen ons eigen vlees niet keuren. Dus dan, als een klant bij ons zegt, ja, we willen een loadtest doen, dan dragen we een derde partij die dat moet gaan doen. Omdat we willen niet zelf een vintje geven op ons eigen werk. Zeg maar. Als je het echt hebt over een onafhankelijk oordeel natuurlijk inderdaad, ja, dan moet je die kant op gaan denken en dan voer je het er zelf niet uit. Maar hetzelfde als met pentests die je extern laat uitvoeren om iets te zeggen over de beveiliging van je site. Dus ook zoiets van, ja, zelf denk je wel dat je het goed op hebt gezet, maar het is precies wat je zegt, dan ben je het zelf aan het keuren. En, ja, dat doe je in de code-review, doe je dat natuurlijk ook. Ja. Ja, er is voor allebei wat te zeggen. Doen jullie dit dan bewijs van bij een sprintopleving of iets, dat jullie zeggen van, we gaan nu gewoon even een paar tests erover hebben? Ja, eigenlijk zou je het wel zo moeten doen. Ja. Eigenlijk moet je het vanaf het begin inderdaad... Nou, we gaan hier niet zitten beweren dat wij dat dus allemaal zo fantastisch goed doen. Je komt gaandeweg natuurlijk tot een besef dat het zo zou moeten zijn. In de regel wordt zo'n performance test te laat in het proces erbij gehaald. Waarbij je dus toch in een wat spannende fase van het project nog hele essentiële dingen aan het fixen bent en eigenlijk wat wij zelf hebben ondervonden is, zo heel moeilijk is het niet,
Nee. Zo'n Siege of zo ook, dat kan je al echt ontzettend helpen als programmeur. Of developer gewoon terwijl je op je eigen lokale machine bezig bent. Als je dat dus in de vroegtijdige stadium meeneemt, dan kun je er heel veel voorkomen. Ja, je kan zorgen dat de rekening wat lager wordt voor de externe partijen. Ja. Hoe druk je het uit in geld voor de performancewijs die de klant heeft die afspreekt? Wat doe je daarmee te zeggen? Dat is niet te zeggen, want je weet niet of het in de hardware zit natuurlijk. Of het, kijk, je weet natuurlijk wel als je een druk bezochte website krijgt, dan moet je gaan nadenken over load balancing en over het splitsen van de traffic die naar je site toe komt. Maar om dat op voorhand al uit te drukken, dat is een hele lastige. Kijk, en sommige dingen kan je natuurlijk gewoon heel goed cachen, maar andere dingen, als je alleen maar ingelogde gebruikers hebt die alleen maar formulieren invullen, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal om een goede caching in te gaan zetten. Het is wel een relevante vraag. Kijk, het loadtesten zelf. Ja, het loadtesten zelf kun je natuurlijk inschatten. Hè. We nemen het mee. We gaan ervan uit dat we x% procent van het project dus rework hebben omdat we tegen zaken aan gaan lopen. Maar als dat tot gevolg heeft dat we op dat moment op de inzicht komen van er moet meer infrastructurele basis bijkomen. Ja. Kijk, het voordeel van die Aptex die je dan hebt, is dat referentiekader heb je. En op het moment dat die gehaald wordt, ja, we hebben er met z'n allen ons best voor gedaan. Maar uiteindelijk is er toch wat meer nodig om dat verkeer wat naar jullie site komt, zeg je tegen de klant, te handelen. Dus je hebt een uitlegbaar verhaal. Maar het gaat de klant natuurlijk geld kosten. Ja. En hoeveel precies? Dat weet je niet van tevoren. Verder nog iemand vragen? Misschien nou over de schakels. Hoe inventariseer je wat je allemaal moet aanvragen voor scherpjes of precies? Hoezo? Nou, in de zin van, als je een site-test bent en de botsie tussen die partners en scherpjes, dan test je eigenlijk bij die botsie. Ja, je wil eigenlijk natuurlijk testen wat een gebruiker tegenkomt. Ja. Ja. Dan kan je de proxies gaan uitzetten. Wordt ingewikkeld. Ja. Klopt, hè? Als het verder geen vragen zijn. Dan was dat het even, toch? We hebben nog de resources. Die we benut. Nou, de officiële update site. Een link naar XA Prof en XA GUI site. Het is een beetje raar dat dat geen linkje is. De Blaze Meter, daar hebben ze heel veel tutorials over JMeter. Als je ermee bezig gaat, zou je daar zeker gaan kijken. En ja, een beetje saai. Ik zou naar die kanon staan, maar niet allemaal tegelijk. Ja, waar is dat?